In de berm. Op 4 juni begin ik met 2 vrienden aan een onmogelijke opgave. Ik wil even zien doodgaan. Ja, leuk. En we hebben slechts 80 dagen om ons voor te bereiden. Nee, dit is wel echt dieptepunten. In de vorige video gingen we stuk tijdens de FTP-test. Gaan harder vast. En kregen we duidelijke instructies mee van Jacques. Geen alcohol, ja, niks uit de frituurpan. Deze week maken we kennis met de eerste hoogtemeters. Hij vraagt mij of ze knecht wil worden. Dat stel ding, joh. En al vroeg in de laatste versnelling. En wordt er wederom het uiterste van ons gevraagd. Gaat-ie? Ben je er nog? Denk je dat we de Coburg gaan halen? Ja, ik denk dat jullie een zware kluif krijgen. Kunnen wij van de voet van de Stelvio naar de Coburg rijden in slechts 8 dagen? Dit is de rit van ons leven. We zijn afgereisd naar het Hoge Noorden. Het is de dag voor de Olympia's Tour. En ik heb mijn fiets ook maar meegenomen, want ja, we moeten toch aan die trainingen komen. Het vergt een hoop planning, helemaal als je die in probeert te runnen en daar video's over probeert te maken. Maar een beetje passen en meten, dan moet het lukken. Nu toe geen klagen hoor. Weetje zit mee, lekker rondje. Leuk in dat trainen. Hopelijk is het hier niet beter weer. Limpet, jongen. Dit hoeveel? Nummer 9. Gaat die klikken? Ja. Training, we gaan voor een endurance. Houdt in dat we 2 uur lang gaan trainen. Zo. Laag hartslag. En dat is allemaal doordat we straks die lange ritten moeten gaan doen. Zo. En dan moet je wel kunnen volhouden. Dat is een trainer. We gaan de aerobe motor gaan we trainen. Koud. Gaan we bakken overvallen vandaag, Freek? Ja. Voorbereiden op een barre tour toch? We hebben wel eens anders gedaan zondagochtend. Ja, ik weet even niet meer wat. Zo. Born ready of niet? Het kan binnen, gasprijs of niet? Ja. Ik heb jullie wat meegenomen. De packing. Dit is een beetje om te helpen om vooral jou in toon te houden. Ik wil even te zien wat je hartslag is. Je niet rondjes van 27 gemiddeld maakt en dan eigenlijk niks traint. Ja. En ik heb nog wat. Nog wat? Wat een echte wielrennen. Het is 2 april. Ik heb de stichting maar mee op pad genomen voor een rondje. 70 kilometer. De langste ooit van hun 2. Een goede test, want ze weten het nog niet. Maar volgende week staat echt een serieus testprogramma. Kijken hoe ze die door gaan komen. Het ziet er wel beter uit dan de eerste dag, hoe jij die fiets zit. Ja, jij ook trouwens. We hebben lekker een bike met gehad. Volgens mij kom je nu in de eindsprint terecht. Is dat zover? Ja, de laatste kilometer. Ik heb het vlaggetje gezien. Kijk, ik kan nog even laten zien of een sprinter een beetje in de buurt is. Goedemorgen, het is volgens mij nog een dag of 56 tot de ride. En Jacques heeft ons uitgenodigd voor een rondje met hem te rijden in Limburg. Morgen, en het leek mij een goed idee om alvast die kant op te gaan. Om alvast een beetje gevoel te krijgen met de eerste hoogtemetertjes. Heel benieuwd. Ik heb Mark en Freek gevraagd om op de heenweg wat beelden te maken en niet vergeten de sponsoren te benoemen. Daar komt ie. Mark, wat gaan we doen? Tijd voor een lekker koffietje. Follow the brand. Mark, wat ben je aan het doen? Lekker bakje koffie. Mark, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag Limburg ontdekken. Er schijnen wel wat heuveltjes te liggen die niet in vergelijking staan tot de bergen die we moeten trotseren. Maar je moet ergens beginnen. Oh, daar is de zon. Freek, je bent toch ingehaald voordat het fietsen begint? De jongen een beetje laten geloven dat hij nog op kop kan rijden vandaag. Het is tijd te doen. Ben je op de nudiste parkeerplaats? Hier zie je de heartbeat sensor. Waarvan is die heartbeat sensor? Van Garmin. Van Garmin. Kies vandaag voor een ondershirtje, korte mouwen. Zo, dat is een fiets. Van Endor. Wat is dat voor fiets, Mark? Dat is mijn Cannondale Super 6 Evo Carbon Frame met 2 bidons van Tour de Titema. Oké. Okay. Ja. Zo, kijk daar. Er staat er ook nog één. Endor, zo. Hey. Hey Devin. Hey Okie. Ja. Waarom zijn we in het mooie Limburg? Ik dacht, de Rijver staat uit 20.000 hoogtemeters. Hoeveel hoogtemeters heb je ooit gemaakt hier even? Nou, dat kan ik je vertellen. Het lijkt me wel eens tijd voor heuvels, Freek. Geen bergen, maar heuvels. En daarom zijn we hier. Zullen we nu?
Maar wat vond je van de tip dat ik zei, trek wel vast je broek aan, dat scheelt weer niet dis meer. Dat is wel een goede tip geweest, ja. Nee, de planning vandaag is een rondje 50 kilometer. Niet te gek, want morgen begint het echte werk. Morgen wordt Jacques afgemat. Jacques is erbij. Ik ga vandaag wel even de kou bij. Welkom in Limburg. Beautiful. Beautiful. Hey, over twee maanden als we hier zijn, dan zijn we heel blij denk ik. Wat zijn jouw verwachtingen hebben? Met z'n drieën? Voor mij is het slagen als ze met z'n drieën over de finishlijn komen. Eens. Hey, Freek, hoe komt dat ik ze net vandaag, of niet? Ik heb het gevoel dat ik fiets met constant de rem erop. Dat je naar boven gaat. Oh, is dat het? Dat gewicht van jou moet je naar boven trekken, Freek. Ik ben volgens mij al wel afgevallen. Ja? Tijd voor de meting, dinsdag. Tijd voor de meting. Dit is een Freek. We gaan even tactiek bespreken. Dus Freek, we zijn speciaal voor jou naar de F1 shop gegaan. Oh, die rallybandjes. Maar dat is hem dan. De finish over een paar weken. Nee joh. Nee, joh. Freek, hoe ga je dit aanpakken? Nou, ik zit nu nog op het buitenblad. Ja. De vraag is, wanneer ga je naar het binnenblad? Ik denk snel. En dat is... Jij bent de expert. Ik heb jouw advies hiervoor nodig. Nou, morgen komt Jacques langs. Ja. Die gaat het precies uitleggen. Maar voor nu zeg ik succes. Oké, let's go. Even spieken bij Devin. Die zit ook al op het binnenblad. Dus dan gaan wij dat ook doen. Dit was het. Dit was het. Dit was het. Dit was het. Ik ben een hele klim van 10 minuten aan het voorbereiden hier. Het ging prima, maar dit hoeft geen 24 kilometer te duren. Maar was dat een kilometer of zo? Oh. Gaan we nog een keer. Goed. Dames en heren, even analyse. De tweede keer ging beter. Ging niet te hard van stapel. Ik hield wat versnellingen over. Dat is belangrijk. Goed om te weten. Als jullie nog tips hebben voor de Kouberg, laat het weten in de comments. Die voor mij is, hou altijd een versnelling over. Later. Was hem. En nu Freek? Bakske me fly. Het is net de voetbalkantine. Je zit eindigen met een lekker aardje. Met een aardje. Een Amsteltje bedoel je? Of voetbalkantine? Nee, het is nu AA. Oh, het is nu AA. Kijk, dat is lekker. Dankjewel, coach. Heerlijk, is dit nieuwe... Nieuwe sponsor. Nieuwe sponsor. Wil je even aankomen? AA, welkom. AA, welkom. Ik ga er heerlijk van genieten. Wat is het voor, wat is het voor soort? Iso Lemon. Iso Lemon. Dit is mijn favorite. Ja, dus nu al. AA, bedankt. Cheers. AA, Iso Lemon. Lekker. Later. Na een nachtje welverdiende slaap verzamelden we ons bij het Shimano Experience Center voor een rondje met onze trainer Jacques. We gaan kennis maken met het Hooggebergte, jongens. Het Hooggebergte van Zuid-Limburg dan. Ons Devin, zijwieltjes er net af. En moet het gaan lukken. Ja, mijn spullen liggen niet, hè. 12 feet duurijs en ongeschoren benen. Ja, dat haar moet er echt gaan af. Oh ja, ook Wouter was erbij om ons nog wat moraal in te spreken. Het gaat wel zwaar worden voor jullie, denk ik. Als je dit niet overleeft, dan gaat het lastig worden. Dus. Na deze bemoedigende woorden en instructies van Jacques gingen we op pad voor deze serieuze test. Een rit van 100 kilometer in de Limburgse heuvels. Hey, ik heb vanaf hier, precies hier, heb ik mijn eerste fietsmeters ooit gemaakt. Was dat vanaf hier? Dat was ook vanaf hier. Daar komt ie. Zou dat niet nu zo doen? Oh! Wil je toen of niet? Nou, nah, mag geen naam hebben. Ik had nog een beetje moeite met die bril zo. Ah, het ziet er wel stijlvol uit. Ziet het er stijl voor jou uit? Nou, bergje. Lekker begin. Hey, wat een auto. Goed zo, hè. Kutjeberg. Zie je hem? Dat is hem. Dat is hem. Dat is hem. Wat een geval dat je vroeg naar het binnenblad. Ik even kijken, hoe werkt dat? Zo. Ding na! Naar links. Ja. Links! Zo, Mark gaat van nooit, moet je kijken. Mark is al boven. Wat een stel ding, joh. Lekker hè, deze? Dat was een goeie. Ja. Een goede beproeving. En al vroeg in de laatste versnelling. We vonden het. Nu voel je echt dat je leeft.
Nu voel je echt dat je leeft. Moet jij alvast een camping opbouwen boven het stel of je? Ik moest heel nodig plassen dus. Oh, vandaar. Moet je wel gat slaan. Je ging wel hard vandoor. Ging makkelijk. Nou, rij nu zometeen naar wat langere klimmen. Hoe wil je het gaan, Wouter? Ik ben verbaasd. We hadden eerst ook wat moeite om in het wiel te rijden, maar op de Keutenberg ging het. Demareren ze gewoon. Oh, ja. De koers lezen noemen we dat. Ja. Goed jongens. Dus nu naar het terras dan, hè? Terras? Ja. Hop. Straks even mijn Strava checken of ik sneller was dan Mathieu. Ik dacht dat de grap van zo naar links moesten. Zo! In de berm. En daarna 500 meter naar de Keutenberg. Ik had het verteld, hè? Coördinatie, jongens. Je sneeuw maar! Heb je dit ooit gezien? Nee, dit is wel echt dieptepunt. Oh. Oh. Ja, we gaan weer. Toch het inklik probleem, hè? Daar gaat het profcontract. Kijk zijn broek. Ik vind dat jullie best snel dit signaal overnemen van Wouter. Binnenkant, kom maar. En wat ze overnemen? Schoudertje. Deze. Heb ik Wouter niet zien doen. Vervatten we wel dat Wouter dat nog niet doet. Kijk, hoe begaat het ze? Geboren om te fietsen, die jongens. Ja, het gaat echt lekker, even zonder gekheid. Steken! Leuk. Je hebt een beetje modder allemaal op je reet zitten. Ja, ik heb geen idee hoe dat komt. De weg hield ineens op. Hoort erbij, hè. Een keer vallen. Zonder vallen geen opstaan. Ja, een nieuwe klimgeit van de ploeg, hè. Hij vraagt mij of ze knecht wil worden. Ja. Nee, ik wil zijn knecht, hè. Oh. Hij is kopman, hè. Is het nou ook jouw absolute droom om hier een keer in de Amstel Gold Race mogen te rijden? Dat is natuurlijk wel heel mooi, hè. Ik heb vorige week hier in de Volta omhoog gereden. Ja. Dat is natuurlijk wel fantastisch vet, maar de Amstel hier omhoog rijden, dat is natuurlijk nog mooier. Dus Zie je volgend jaar? Ja. Je weet het niet. Ik weet het niet, hè. Dream big, hè. Dream big. Dream Stelvio. Dream van de Kouberg. Na dag 8. Na 2 uurtjes hield Wouter het voor gezien en was het... Tijd voor koffiepauze. En dat doen we bij de familie van Jacques. Ik wilde een beetje dat Parijs-Roubaix gevoel van vandaag ervaren. Ik wilde even afsnijden vandaag. Even op, bro. Ik vertelde dat het allemaal wel lekker ging en ineens... hè? Ik wacht hier daar zo. We moeten de beelden zien om het te kunnen analyseren, jongens. Dus, ik weet niet... Gaan we even terugkijken? Nee, laat zitten. We gaan even terugkijken. Nee, joh, we gaan nu even terugkijken. Ik wilde corrigeren en toen... Bovenop Limburgse heuvel. Bakske met fly. Eindelijk. Freek? Nee, Freek. Zo. Laat maar weer zitten. Hartstikke bedankt. Nou ja, veel plezier nog. Ja, dank u. Komt goed. Doei, doei. Dag. Hey, blote beentjes. Gulpen naar berg. Goh, dat is echt leuk. Iemand regen wel echt op kooltenen. Zo. Oeh. Even een klein tussenstopje. Ja, we zitten eraan dat hij een hongerklop aan. Is er zelf denken. Boah. 80 kilometer. Ja. Ik zat net. Was even aan het dromen. Moeten we nog gaan klimmen dan? Beetje. Oh, en in de verte zie je de top. Maar dat is toch een eind. Ja, dit was hem. Aankomst Trintelen. Klim Geit Mark. Ik ben benieuwd wanneer het eerste Instagram-account opdijkt. Geit Mark. Aan het tellertje. Triple digits op te tellen. Wat? Dat is lekker. Zo, erop.
Heerlijk ritje. Eerst 100 kilometer, Freek. Lekker trainingje. Wat is nou het belangrijkste wat jullie vandaag hebben ervaren of geleerd? Veel eten meenemen. Denk je eigen tempo, dat het ook wel heel belangrijk is. Ja, ja, en een beetje valtraining misschien. Valtraining? Coach, bedankt. Nee. Hoi. Dank je. Kan jij doen? Wat we gaan doen? Fly nu? Fly. Dat is weg, hè? Fly. Klein biertje naar 100 kilometer. Shhh. Kijk, al die mensen. Zie je daar iemand aan een wijn of bier zitten? Jazeker. Bijna niemand. Allemaal mocht. Bijna niemand. Hier, in wieler outfit. Met een vaasje. Heerlijk vaasje. Even de resultaten. Max hartslag, nieuwe Max hartslag, 186 bpm. En dan gaan we even kijken, hersteltijd, 95 uur. Dat wordt wel even zitten, jongens. Na het tweede vlaatje van de dag en de finale van Parijs-Roubaix was het een prachtige dag op de fiets. Maar twee dagen later staat alweer de volgende test op het programma. We zijn bij ziekenhuis Gelderse Vallei. We gaan vandaag een sportmeester check doen. We gaan even het lichaam keuren of het dan wel aan kan en wat we gaan doen. Wordt het heel leuk? Is het heel belangrijk? Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat je 8 dagen lang heel veel vraagt van je lijf. Ja. Vraagt veel van je hart, veel van je longen, veel van je spieren. Dus ik denk dat het heel zinvol is om een keertje langs te komen. Ja, sterke aanrader. Sterke aanrader, okay. Zeker. Je zegt eigenlijk dat je nog niet zo heel veel fietst. Oh, jij hebt ook meteen de route erbij gepakt. Ik heb de route erbij gepakt. Dus ik dacht, ja, dan weet ik in ieder geval ongeveer wat jullie moeten kunnen. Die andere twee, die hebben nu zeg maar een kleine maand fietservaring. Maar is dit normaal? Is dit haalbaar? Is dit verstandig? Verstandig weet ik niet of ik het zou willen noemen. Kijk, je zegt ze zijn nieuw in het fietsen, maar ze kunnen natuurlijk wel andere sporten doen, gewoon fit zijn. Ja, dus eentje korfbal, is dat zeg maar een goede basis? Het is niet helemaal hetzelfde als fietsen, dus ze zullen op een andere manier hun spieren moeten trainen. Sowieso niet doen we korfbal. Ja, die hele vragenlijst gaan we doornemen, dan ga ik je helemaal nakijken van top tot teen. En dan gaan we een fietstest doen. Wat is je langste rit tot nu toe? Afgelopen tijd, zeg maar. Ja, afgelopen jaar? Afgelopen zondag, 100 kilometer okay. In Limburg. En je hebt gevoetbald, maar daar ben je mee gestopt in 2021. Wegens COVID of een andere reden? Nee, wegens het ontbreken aan een kruisband. Oké, ontbreken aan een kruisband. Ja, ik heb wel heel veel last gehad van mijn knieën. En uiteindelijk wel klaar mee met al die compilaties. En je drinkt een halve eenheid per dag gemiddeld? Gemiddeld genomen. Ja. Grove inschatting. Ja. En een keer vond iemand een goed idee om van Palermo naar huis te fietsen. Waar liep je toen met name tegenaan? Ik denk dag 17 of 18 kon ik niet meer eten. Afgestapt omdat ik een beetje licht in mijn hoofd. Maar ik was er bijna. Ja, zeker. Dus je had het er niet gewoon lang volgehouden. En dit keer is het maar 8 dagen. Maar 8 dagen, ja precies. Ja. We beginnen even met je bloeddruk, daarna lengte, gewicht, je ogentest en ik doe een hartfilmpje. Bij mij wordt het nog niet pittig, zo meteen komt het echte werk, hè? Dit is weer mijn lokerij, dat doet dat bij toch? Ik heb niks. Ik ben afgevallen na een maandje fietsen. Dat was 68. Ik weeg mij zelfs niet. Nee, jongen, aangekomen. Spiermassa. 2 kilo erbij. Deze knoetjes, hè? Druk zijn ogen dicht alsof hij. Ik ben aan het mediteren. Alsof er iets gaat komen of zo. Ja, gewoon rustig liggen en dan heb je een goede hartslag. Prima. Uit, en door, hou vast. 35. Wat een telly. Ik zag net zelf 37, ja. 37? Ja. Wat is het laatste dat je hier ooit hebt gezien? Ja, 35 zie ik wel eens, ja. Maar dat zijn we dan even, hè. En dan springt hij weer naar 45. Ja. Mag je armen langs je lichaam? Ja. Ik ga eerst sprayen voor het contact van die zuignapjes. Dus het voelt een beetje koud. Verfrissend. Verfrissend. Hoe gaat het bij Devin aan toe? Ja, die zit bijna al op de fiets, joh. Oh. Kleine hamstring, dat was de conclusie. Nou, vandaar dat hij zo langzaam de berg op komt. Hey, jongeman. Goed. Ja. Afgevallen al. Ja? Eerste kilo's zijn er al af. Zo, lekker man. Ik ben dus van alles om lichaam te pakken. Ja. Dus ik ga even onderzocht worden. Ja. Jij gaat nu fietsen?
Ik ga nu fietsen. Kun je wel even zien doodgaan. Nou, leuk. Bedankt voor deze aanmoediging. Dat is een hartfilmpje van me gemaakt. En ze zegt nu, ik wil heel even doodgaan. Ze heeft niet de resultaten van de hartfilmpje gezegd nog. Hè? Ik weet niet of daar een soort van correlatie in zit, maar... Maar ik krijg er wel zin in. Ja, ik heb er heel veel zin in. En dan staat het zwaarste gedeelte op het programma. Een VO2 max test, waarbij je all out gaat tot je niet meer kunt. Stuur kan ook naar voren, naar achter, omhoog, naar beneden. Je krijgt een masker op voor het meten van je ademhaling, bloeddrukband en nog een saturatiemeter. Dus. Ja, je hebt ergens ja tegen gezegd, jongen. Ja. Dan zit je ineens aangesloten. Confronterend vooral, denk ik. Heb je nog vragen? Wat heb ik hier aan? Wat je hier aan hebt, je hebt al die toeters en bellen op. Dus we kunnen je ademhaling in de gaten houden, je hart, je bloeddruk. En daaruit kunnen we bijvoorbeeld je drempels halen voor je trainingszones. Okay. Dus uiteindelijk als je dit hebt gedaan, dan kan je ook op een efficiënte manier trainen. Heel goed. Hou vast. Maar nog steeds een super mooi tempo, mooi constant, dus ga zo door. Het wordt nu echt wel wat zwaarder, je gaat meer ademen, maar dat is normaal. Heel goed, mooi tempo nog. Ga nog even door, zolang het goed voelt natuurlijk. Kom op. Hou dat tempo daar, hou omhoog, hou omhoog. Kom op, hè. Kom op. Hou ga door, hou vast. Je gaat hartstikke goed. Kom op, hou vast. Je kunt nog wel een stukje. Heel goed. Hou vast. Heel goed gedaan hoor. Ja hoor. Hoef niet heel snel rond te trappen, maar blijf wel de benen rond bewegen. Gaat ie? Ben je er nog? Ja, kopman in het midden. Ik mag gewoon op een rijtje gaan zitten. Zo. Ja. Ik ben toch nerveus, hè? Nou, laten we dan met het goede nieuws beginnen. Medisch gezien, hartfilmpje, bloeddruk, longfunctie. Hartfilmpje in de fietstest is voor jullie alle drie gewoon allemaal goed. In dat opzicht medisch geen reden om niet verder te mogen gaan. Je mag in dat opzicht wat mij betreft gewoon meedoen. Er zijn een paar belangrijke resultaten. Freek en Devin hebben een verschillend maximaal wattage. Maar als je dat dan deelt door hun lichaamsgewicht, komen ze allebei uit op 4,88 watt per kilo. Mark, die heeft 375 watt gefietst, maar die weegt ook minder en die komt uiteindelijk uit op een wattage van 5,34 watt per kilo. En dat is eigenlijk hartstikke mooi, want als we kijken hoeveel je denk ik nodig hebt, dan zou je toch wel boven die 5 watt per kilo moeten halen. Voor Freek en Devin is er iets meer werk te doen dan voor Mark als je uitgaat op het maximale wattage. Maar even zo samengevat, denk je dat we de Coburg gaan halen? Ja, ik denk dat jullie een zware kluif krijgen, maar als jullie alles optimaal voorbereiden de komende weken, dan geef ik jullie wel een kans. Veelbelovend. In de volgende video krijgen we een bijzondere uitnodiging. Dat doe ik mezelf aan. Lange dag. En zijn we de adviezen even vergeten. De ploegleider wil hier even in. Vergeet je kortingscode niet te gebruiken. En tot volgende week.